Like deze video binnen 3 seconden als jij, ja jij, mijn Razer Mamba Tournament Edition gaming muis met de bijhorende bungee die ik vandaag niet meer gebruik wilt winnen. Heel erg simpel family. Volg me op Instagram, link in de beschrijving en kijk deze video helemaal af, want ik leg precies in deze video uit wat je allemaal moet doen om te winnen. 5000 likes op deze video family. Ik weet dat we het kunnen, stel me niet teleur. En we hebben nog maar 16 dagen om de missie te voltooien, family. Dat is namelijk in deze maand, januari, de 250.000 abonnees halen. Ik weet dat we het kunnen. Dus ben je nog geen lid van de King Almighty Family? Klik met je vinger op het abonneerknopje en word helemaal gratis lid van de King Almighty Family. Peace. Family! We zitten in een crisis. Zoals jullie weten zitten wij al jarenlang in oorlog met de sappige noobies. Maar deze afgelopen seizoenen worden de sappige noobies alleen maar sterker, sterker en sterker. Ze ontwikkelen zich. Ze worden bij de hander. Ze kunnen ineens builden. Ze geven ineens 200 headshots. En het allerbelangrijkste is, ze worden geavanceerder. Maar wij, de sappige noobie destroyers, de King Almighty Family, wij hebben ons wapenarsenaal niet geüpgraded. We hebben nieuwe wapens nodig om de sappige noobies te destroyen. Dit wapen, de Razer Mamba Tournament Edition, die ik al jarenlang heb, heeft mij goed gediend. Heeft mijn rechterhand goed gediend, family. Zodat wij, de King Almighty Family, de sappige noobie destroyers, terug konden sturen naar lobby met de King Almighty Family Airlines. Maar dit wapen is oud. Het is roestig. De sappige noobies hebben me door. Ze hebben de Razer Mamba Tournament Edition goed bestudeerd. En de dag is aangebroken dat deze muis niet meer sterk genoeg is, family. Niet meer sterk genoeg! Dus ik bel Razer Mamba en ik heb het over ons probleem. En ik zeg al heel erg lang tegen Razer. Razer, we hebben een nieuw wapen nodig. Met dit wapen gaan we de oorlog niet winnen. Hun worden sterker en wij niet. En als het zo doorgaat, gaan de sappige noobies ons inhalen. Razer heeft jarenlang super hard gewerkt om een wapen te maken dat perfect past op mijn rechterhand. Sappige noobies te destroyen. Dat wapen is eindelijk klaar. Ze hebben deze video speciaal gemaakt voor de King Almighty Family. Deze video gaan we nu samen bekijken. Aanschouw de nieuwe hoofdwapen van de King Almighty Family. Om alle sappige noobies te destroyen. To make the ultimate gaming mouse, it needs speed. Oké. And stability. Nou, speed heb je nodig. Oh, ze moeten kwijt gaan naar Lobbyland. Heel snel. It needs to be precise. Tuurlijk, precies. Instinct. Hebben we gelijk. Ja, instinct. Instinct is heel erg belangrijk. Je moet die sappige noobies kunnen ruiken. It needs to be light. Ja, inderdaad. Licht. Strong. Sterk! Sterk! Hij moet sterk zijn. It nou, hebben we gelijk. Reliable. Ja, ik moet erop kunnen vertrouwen, inderdaad. Swift. Oké. It needs to last. It needs to be ready. Je moet ready zijn. Ready for the war. Ja, tuurlijk. It needs a name. Sappige noobies. I'm gonna whoop your ass, boy! Ik kan niet wachten om mijn ass te smacken, boy. Ik kan niet wachten om die ass te smacken, boy. Het is kleiner. Het is lichter. Het is sneller. Het is draadloos. Het is beter. Ik voel het. Ik voel de kracht van de muis in mijn lichaam komen zo. Ik voel het. Ik voel me sterker worden. Ik voel het. Ik voel het al in mijn bloedstroom, family. Ik voel de power. Ah, die gaan wij zoveel lol aan beleven. Diemschen. Zien jullie dit? Zien jullie dit? Oh, het heeft een betere pasvorm, kijk. Het is anders, kijk. Het is... kijk. Deze is groter en zwaarder en heeft niet zo'n vorm. Maar dit is... Oh ja. Scroll. Oké.
Oké. Dit is hoe je hem oplaadt. Zo. Als je hem 10 minuten oplaadt, kan je er 5 uur lang mee spelen. Als je hem volledig oplaadt, dan kan je er de hele week mee spelen. De batterij is geen probleem. En stel je wilt hem niet zo zetten, hij is leeg en je wil spelen. Heb je als het goed is een kabel erbij. En die kan je zo erin klikken, zo. En dan kan je zeg maar ook bekabeld spelen, snap je? Maar dat zal niet nodig zijn. Dus deze doe je dan hierin zo. En dan als je hem wil laden, dan zet je hem zo. Snap je? Hij heeft ook nog RGB lights. Dat gaan we nu allemaal instellen. Oh ja, wacht. Er zit een hier. Toch? Hier. Kijk, dit is de USB. Ik ga mijn oude Razer Mamba Tournament Edition muis ga ik weggeven aan jullie family. En het is eigenlijk super simpel. Je moet me volgen op Instagram. Link in de beschrijving. Maar kijk eens deze video af, weet je? Kijk gewoon eens deze video af. Want je moet nog een paar andere dingen. Belangrijk. 400 dpi. Rood is 400 dpi. Rood. Dat moeten we hebben. Ik moet 400 dpi hebben. Razer, het wordt tijd dat jullie me gaan beginnen te sponsoren. God damn it. Nee. Jullie verdient niet. Pas wanneer mijn sponsor hangt die sticker op. Anders niet. Focus. Nu heb ik dit. Snap je? Voor de muis. Moet ik helemaal met de bekabeling spelen. Super irritant. Nu kan dit gewoon weg. En plaats ik dit hier. Dit is gewoon alleen om op te laden. Weet je? Ja, die vind ik irritant. Bij de giveaway. Oh, dit is ook van Razer, by the way. Ook van... Jullie moeten hem echt sponsoren! Ik stuur het per post of en heel misschien kom ik het langs brengen, oké? Bij de 5000 volgers kom ik het langs brengen. Op Instagram. Oeh, kijk, zie je gelijk ruimte. Ja man. Oeh, deze gewoon zo netjes in, toch? Ja man, ik zie je man, ik zie je. Ook al zijn ze gierig, ze maken wel goede producten. Ik ga het niet voor je. In de toekomst wil ik ook deze toetsenbord halen, family. Omdat deze, hoe noem je dat, optical switches of zo heeft. Dan heb je minder delay en zo, bla bla. Een van de snelste toetsenborden ooit. Dus, tenminste op de markt. En dan ga ik deze Ducky One Mini C, die ga ik ook weggeven. Dus abonneer je zeker om dat niet te missen. Oké, dan, family. Dit zijn mijn sensitivity settings. Mijn geheime settings waarmee ik elke sap ga weer terug naar Lobbyland. Voor de mensen die daar zo geïnteresseerd in zijn. Dus neem het gerust over. Ik speel op 400 dpi. Met deze settings. Ik heb dus een paar uurtjes met deze muis lopen spelen, family. Ik ben er zeer positief over. Maar zelfs aan positieve dingen wennen kost tijd, family. Tuurlijk, deze muis is beter. Hij is lichter. Hij is sneller. Maar daar moet ik ook allemaal aan wennen. Dat die lichter is. Dat die sneller is. Want die andere muis was heel erg anders dan deze muis. Dus geef me een paar dagen tijd, family. En ben ik totally cracked. We wonen van thuis, maar we komen niet thuis. Kom hier één keer in de twee weken, gooi je met buit. Getrokken wapens door ze schreeuwen, liggen boeit op mijn buik. Denkwijze weer op 0G, kom er wel uit. Trek die bivak van mijn hoofd, ben ingetrokken en grijs. Les geld op betaald, kijk er niet naar de prijs. Doordacht en... Mijn dus? Hey, pickaxe. Nu moet je reloaden.